Nathalie. Ja. Als eerste. Ja. Oh. Je hond gaat daarheen. Gaat een vreemde hond daar echt aanvallen. Ja, ik zag het. En dan roep je hem bij je. En dan zeg je zo van, wat doe je nou? En hier beloon je hem. Klik, los. Aan mag weer. Tweede. Hij gaat op Buddy staan rijden. Ja. Ik hoor dat je heel hard zegt. Jip. En er kwam geen gevolg. En met een commando moeten we het altijd afmaken. Ja? Oké. Okay. Allemaal hondjes aan de riem. Molly. Blijf nou eens staan. En nou zeg je Molly hier. Zeg dat je het meent. Hop. Molly, hier. Hoor, hier. Ja, blijf er al gaan. Ja, dat je het meent. Dingetje bij zich hebben. Heeft iedereen dat? Ja. Dat wel graag meenemen. Dus we gaan netjes volgend over het pad. Ze op mogen tillen. Voor de teven niet mogen gaan snuffelen in de graskanten. Ja. Op het moment zal het voor de hond te lang duren om echt netjes te volgen. Maar dat is juist ook de bedoeling, om die grens op te zoeken. Zo van, hey, nu let Wilma en Bas en Jasmijn, die letten allemaal op ons. Dus we hebben genoeg ogen om op elke hond te letten. Ik wil wel eens kijken hoe lang jullie het volhouden qua het volgen. Noba stond pas geleden op de tafel de bloem uit de vaas te trekken. Ja. Even kijken, deze. En de rest maar even in de tas laten zitten. Ja, er zitten wel dingen in, maar dat pak ik ze straks wel als we terugkomen. Nee, want ik heb hem sowieso nodig voor straks. Maar er zit... lange lijnen in en als jij een beetje, want jij loopt veel sneller naar voren gaat. Nou, ik heb tegenwoordig ook heel lang van. Ja, dat kan ook, maar je kan ook heel snel. En dan halt! Erik. Wil jij die voor mij meenemen? Qua eerste hulp. Denken, hè? In één keer denken. Uit de ijskast, ja. Zat hij niet dan? Met een licht.
Licht. Nee. Licht. Blijf. Licht. Blijf. Blijf. Nee. Licht. Licht. Blijf. Blijf. Nee. En blijf. Nee. Nee. Licht. Blijf. Nee. Licht. Probeer nou, als hij zo ligt, je voet op de riem te zetten. Zodat hij een beetje geblokkeerd wordt met hem hoog komen. Zo, ja. Blijf. En dan geef je hem ook het voertje, want dat voertje wegtrekken, dat is eigenlijk al genoeg reden. Zit. Blijf. Ja. Blijf. Recht overeind staan, ja. Wat was dit? Nee. Oh, sorry. Ja, ik moest recht overeind staan. Mag ik het riempje even van je overnemen? Want ze is... overal voor geïnteresseerd, behalve voor jou. Hé, hey, denkt ze, shit, er wordt wat met mijn riem gedaan. En dat bedoel ik met, je kan er beter, twee keer. Kijk, want dan gaat ze weer op de teller passen. Kijk, en nou passen er eigenlijk aan naar mij. Okay. Zie je het verschil? Ja. En bij jou, omdat ze alleen maar ja, aangetrokken wordt, kijk. Je kan beter in het begin streng. En doortastend zijn op die hele riem om op jouw benen te letten. Want op het moment dat ik nu dit doe, is ze er wel in één keer heel snel bij. In plaats van... Op het voertje zo... Ja, want anders blijft ze stomweg achter je hand aanlopen qua voertje. Ja, klopt. Kijk, en ze is gewoon heel nieuwsgierig. Maar dat betekent niet dat ze gewoon te ver uit de dingen mag... Want je wil er op een bepaalde plek hebben. Ja. Dus je corrigeert er net zolang totdat zij op die goede plek... Kijk, dit zie je gelijk je eigen wijsheid, hè? Ik corrigeerde. En hup, kijk, ze blijven eigenlijk al. Klopt. Dus dat betekent... Hij moet doorkomen. Kijk, dit wil ik uitdreigen zonder koekje. Het zijn juiste momenten. En dat is hetzelfde als je vooruitsturen gaat doen. Dat ze ook zo in die riem hangt en bepaalt van hoe of wat. Ja, dat is elke keer qua kort dingetje. Want je houdt er gewoon op de plek waar jij wil dat ze blijft lopen. En zoals met dit ook, ze wilde zo graag naartoe. Ja, nou ja, dan heb ze pech. Want op het laatste moment zeg je dus in één keer van, waar liep deze kant op? Nee, nee, nee. Ze krijgen een. Geef toch eens een blijfcommando. Als ze bij wijze van spreken zou slapen. Laat de riem vallen. En je gaat dan zo. En kom hier staan. Want ze slaapt. Zie je in ontspanning? Ja. Zitten. Zitten. Maar zolang ze zo bezig is. Je blijft. En loop rustig terug. Qua ruk. Kijk, ophangen heeft geen zin, maar qua ruk. Okay, het liefste dat ze ook. Zo ver terugkomt dat ze ook eigenlijk achter je komt. Zodat ze de positie weer kan opzoeken. Ja? Ja. We hebben er toch niet zoveel, dus ik hou je goed in de gaten. Ja, geef me aan. Ja, daarom. Leg de hondjes af. Gelijk op hetzelfde moment. Blijf. Nee. Dan mag zo... Geef de hondjes blijf, commando. En kom hier staan. Als je hier bent, roep de hond niet. Opnieuw met Molly. Af. Blijf. Af. Wiegen. Ja. Blijf. Maar van de hondjes liggen, de baasjes mogen weer teruglopen. Blijf. En blijf. Blijf. Maar even
Hier, ja. Kan maar eventjes steeds per persoon helpen, hè? Ja. Dit. Nog een keer allemaal een blijfcommando geven. Hier, blijf. Blijf. En ga weer op de andere hoogte staan. Dit blijf. En blijf. Blijf. De rest mag allemaal terug. Goed gedaan, Peetje. Goede stap. Probeer ik meer bij hem meer kalmte in. Dit gelijk corrigeren. Op het moment dat je heel kort en bondig tegen je bent, gaat hij eerst naar jou luisteren en dan pas naar de rest. Hij weet. Wacht, Buddy. Hij heeft me zo'n klein stukje nodig. Buddy, Teddy. Om opgewonden te worden. Dus Buddy tegenover Nova gaan staan. Dus lekker kort en krachtig Dizzy mag doet, tegenover Molly gaan staan. Ik ga steeds meer op jou letten. Okay. Hoe meer je Shep mag tussen Nova en Buddy gaan staan. Ja, hij krijgt steeds meer scheid en Jip aan mag eerste commando. Tussen de andere twee gestaan. Gaan we het achtje doen? Even heel even kort reageren, ja. Qua ding. Je mag met Jip er tussenin gaan staan. Gaan we het achtje doen? Volg je. Volg. Mag met plek houden nog. Wees voorbereid, hè. Let op je hond. Kijk, want ze staat weer. Maar als je er elke keer gewoon snel en kort zit. Mogen Dizzy en Jip wisselen? Zonder dat je ander hoeft te zitten, want ze kent alles. Ja. En als je alleen maar kijkt, je kan ook zo kijken. Dan heb ik een oog op de hond. Molly. En op de rest. Op de rest, wat ik ook wil volgen. Maar heb gelijk een kort rukje, want ze geven alweer aanleiding van. Ja? Ja. En gelijk kort. Dat is meer om voor jezelf vast te maken. Keurig. Mag jij hier meer dan met thuis? Op zich doet hij vreemd, vind ik. Ja. Alleen zit. Niet hangen, hè? Blijf in een rukje met Nova, hè? Blijf. Nou geef ik jullie allemaal gelijk een tip, want zolang je het achtje doet, mag je eigenlijk alles nog aanwenden om het je hond te leren. En ik zie bij een hele hoop honden dat ze zoiets hebben van, gadverdamme, wat saai. Jezus, zeg hé, nou dit ken ik ook wel. Hoop gezichten van de baasjes ook hoor. Het is niet alleen de hond die zich verveelt, maar het is ook een baasje die zegt van, deze kennen we wel. Ja, maar hij is wel een van de belangrijkste met het examen, want hij gaat los gebeuren. Wat ik dus nu wil zien, jullie gaan zo meteen allemaal weer een achtje draaien. En wat ik dan wil zien, is dat jullie, als je het achtje draait, eventjes zit, dan ga je lopen, volg. Nou, weer even rustig. En dan weer. Verras je hond. Voor mij wat zeg je dat hij biefstuk krijgt. Voor mij wat maakt me niet uit. Maar doe iets waarvan je weet. Hé, dit vindt mijn hond leuk.
Alex en Matthijs, aan jullie de eer, de eerste keer. Wij vinden iets leuk. Kijk, dat is pas een achtje. En het mooiste had geweest als er meer speling op je lijn had gezaan, Thijs. Want dan hou je er met je stem. Want ze had nou echt zoiets naar jou toe zo. En jij dan stiekem met die riemtoon nog even corrigeren. Zo van... Dan mag je weer ruilen met degene naast je. Dan mogen die het ook laten zien. Ja, ga je gang, hè? Zo, loof in het midden. Jeepie, zeg maar. Hoe kan het werken? Zit. Nou, gaan we er even zitten? Dan heb ik ook zitten. Zit. 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 Meer speling op je lijn, hè? Ze gaat er niet vandoor. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Oh ja, nou gaat die staart, Diana. Nou gaat die staart ook heen en weer. Keurig. Van de positie waarin jullie staan, geef je hond weer een blijfcommando. Ja, en je neemt een positie in de richting van je neus, van de neus van je hond. Vanuit daaruit zet je gewoon 5 volle passen. En de hond, je blijft ook even met je rug dan naar de hond toe staan. Daarom is het zo belangrijk dat je in de richting van de neus loopt. 5 volle passen. Dan tel je zachtjes in jezelf. Want anders raakt iedereen in de war met dat tellen. Tot 10. Daarna draai je eigen om. Kijk over je hond heen. En loop dan op je gemak terug. Gaat die hond ondertussen staan. Je hebt zit gezegd en hij gaat liggen. Ja. Dan juist van die afstand. Zonder de naam van de hond. Zit. Blijf. Extra commando mag, maar zonder naam van de hond, want het is een blijfcommando. Ja? Ga je gang. Allemaal in de richting van de neus van de hond, hè? En iedereen telt voor zichzelf. Het is een wonder, hè? En dat is nou omdat jullie net eventjes gek hebben gedaan. Tijdens dat achtje. Dat die hond nu toch zoiets heeft van... Wat voor raas gaat hij nou doen? Ik hou hem wel in de gaten, maar ik moet wel blijven. Maar je doet iets anders met ze doordat het... Sorry dat ik het zeg. Saai wordt van de hond. Want op het moment dat Jip denkt... Nou, dit weet ik allemaal wel. Gaat Jip lopen. Makkelijk zat. En of dat nou naar een andere hond is, of naar jou toe is. Hij heeft zoiets van, dat heeft mij lang genoeg geduurd. Ja? Nou mag iedereen zijn speeltje bij de hand houden. En ik wilde jullie eigen verdelen. Hier aan deze kant 2. Daar op dat stuk. Nee. Hier 3 en daar ook 3. Dat jullie niet te ver uit elkaar staan. En dan neem je allemaal vast een positie in. Hier aan de rand van dat gasveldje. Met de neus die kant op. Die kant op. Mag in het tweede blok.
Het voordeel is... 1, 2... Jij moet nog even langs de andere kant. Dat wij, omdat er geen sloot zit, over het gras heen te gooien. Je laat je hond wel gaan op het woord apport. En dan probeer je samen met de hond, dat hij het in zijn bek houdt, naar de andere kant toe te gaan. Dus dat hij het spultje draagt in zijn bek. Ja? Je moet hem gooien. De hond mag er naartoe. Maar je moet wel samen dan... Hij mag gelijk meerennen. Maar jullie moeten wel zorgen dat jullie in zoverre de hond opvangen bij zijn speeltje. Moet blijven staan, ja. En probeer dat hij hem in zijn bek meeneemt, hè. Buddy. Hey, als het Buddy. Bij jou is, moet je nog een stukje mee oplopen. Buddy. Buddy, hier, kijk eens. Buddy, Buddy! Matthijs, wat is er met die grasstrook gebeurd? Nee, over de grasstrook heen. Gebruik het woord apart, hè? Hier! Apart! Hier! Pak die bal! Hier! Jip! Pas op! Hier! Kijk eens, Jip! Even allemaal nu de hond bij jou! Hier, Jip! Kijk eens! En nou zitten! En nou jammer dat je de bal niet bij hebt, maar dit is wel goed. Oh, wat een werk! Even allemaal de hond bij houden! En zitten! Even wachten! Diana! Diana! Ik zei allemaal nu even je hond bij je houden. Kom hier met een balletje. Ik dacht best wel dat ik hard praat, of niet? Kom hier. Hond bij je houden. Hond aan de riem. Ja. Ja, dat zou wel moeten. Heel hè? Luister! Mijn opdracht lekker was... Wij komen. Gooi het speeltje over de grasstrook heen. Nou, wil je hem nou bijhouden? Ik sta te praten. Hij moest bij je blijven. De opdracht was... Gooi je speeltje over het gras heen. Je hond mag hem gaan apporteren. Dat mag ook los. Maar ik wil graag dat jullie met je hond vanaf deze kant, dat de hond het in zijn bek meeneemt met jullie samen naar de overkant. Ik zie allerlei verschillende dingen. Maar geen eentje die zegt van... Ik haal mijn hond op. Nee, jullie blijven allemaal heel graag daar staan. Ga jullie je hond roepen met verschillende commando's. Probeer. En om het dan goed te laten gebeuren, doen we het dus één voor één. Probeer het te gooien. Ga achter je hond aan. Pak zijn riem op. Pak het speeltje. Probeer je in zijn bek mee te nemen. En je gaat weer terug naar je plekje. Het enigste woord wat je mag gebruiken is apport, apport, apport. Meer niet.
En let ook goed op elkaar, hè? Leren we ook van. Oh ja, maar je bent in ieder geval naar de overkant geweest. Alex. Molly, geduld. Ja, en probeer hem mee te laten lopen met je. Zo ja. Je hoeft geen hiercommando, maar hij moet gewoon met je meelopen. Zo ja, keurig. Astrid. Ja, balletje, roep hem bij je. Probeer ze in dat hand tegelijk te pakken. Zo, en zorg dat hij het meeneemt. Hij moet het in zijn bek meenemen. Gooi het maar op de grond voor hem. Ja. En neem de vrolijk mee. Zo, ja. Matthijs. Apport. Kom. Hier. Het enige commando wat ik wilde horen was apport, hè, Matthijs? Ja, en geen hier. Iana. Je had er ook wat meer steun kunnen geven door gewoon de riem op te pakken en dan gezellig samen. Nu heeft ze steeds zoiets van er komt nog wat. Doe maar. Laat hem toe. Ja, doorlopen, neem hem mee. Pak zijn riem op. Pak. Nee. Zo. Mag jij heel eventjes de rest een andere opdracht geven? Oh ja. Zo ja, laat hem zijn bal meenemen. Geef hem de kans dat hij zijn bal meeneemt, hè? Dus hier, Molly, mogen deze kant op. Je voelt niet helemaal gaan naar het eind van zijn riem, zo ja. Ja, apport! Als het glad is. Apport! Ja, apport! Ja, apport! Ja, apport! Ja, apport! Ja, apport! Ja, als Molly apport. Tussen Buddy ja. En Shep wil gaan staan. Op... Ja, apport! Ja! En dan kijken we even of dat het een beetje lukt. Apport. Dat ja. Niemand. Kom maar. Kan, ja. Uitglijdt, kom maar, zeg maar. Goed zo. Die lopen naar de overkant. Goed zo. Al is het dan maar een meter, hè? Ja. Maar die meter, die wordt bij hem dan ja. Wel extra beloond. Ja. Want dan mag hij ook enthousiast zijn. Want door zijn enthousiasme dan, hij gooit hem gewoon elke keer te snel weg. Ja. En dan gaat hij mee spelen. En dan jouw uitdaging. Zo Matthijs en Dizzy mogen dat vind ik veel één leuker. Vak naar achteren. Maar op het moment dat hij dat dan zo, en je doet dan elke keer alleen maar... En dat enthousiaste van dat is. En jullie mogen deze kant op komen. Om hem dus zit. Gewoon bij zijn bek vast te pakken. Als de hondjes zitten, los. Lopen jullie door naar de overkant. Los. Doe maar. Los. Zie je dat? Om hem toch van hem te leren dat hij hem afgeeft. Ja. Dat bereik je alleen als hij bij je komt. Zo enthousiast. Ga je hem eerst gewoon lekker aaien. Ja? Want dan hè, vindt hij het leuk, houdt hij dat balletje al eens weg. En je hoeft het niet gelijk te doen om hem dan uit zijn bek te halen. Ja. Maar op het moment dat je dat een paar keer hebt gedaan en je krijgt hem elke keer enthousiast bij je. Boom! Hoek ze maar bij je. Want hij is zo slim. Hij is ook ontzettend slim in jou in de maling nemen. Om jou elke keer weer te doen verleiden. Want kijk,
Blijkbaar is het op dit moment niet aan mij. Juist. Lopen jullie naar het midden en het midden stoppen en jullie, leggen jullie de hondjes af? Natuurlijk komt het ook omdat jij de aandacht erbij wil houden bij de rest en bij de dingen. Maar daarom zeg ik ook altijd één blik op je hond gericht en dan krijg je nog de rest meekrijgen. Als de hondjes afliggen, als je bij door hem, naar de overkant en de hondjes echt, blijven. Snel gaat reageren wanneer hij de fout in gaat, dan gaat hij de fout niet meer in. Maar op het moment dat hij zo, de ruimte krijgt, de ruimte krijgt, dan word jij onzeker. Ja. En dan ga je alles door elkaar heen gooien. Ja, klopt. Dat hij zoiets heeft van, nou je bent genoeg gedwongen hoor. Dus ja, ik dus weer voor elkaar. hou je gewoon. Daarom zeg ik ook, alleen apport gebruiken, apport, apport, apport. Ja, totdat je hem bij je hebt. Dus dan heb je ondertussen ook de riem vast. Hij voelt geen onzekerheid voor jou en dan daagt hij ook niet aan. Kijk, dan gaat gewoon netjes rustig zitten. Dat doet hij ook. Ja, en dat is loop maar weer terug met de hondjes. Die hij, kijk, nergens mag je hem eigenlijk extra enthousiast mee maken. Alleen met dat terugbrengen bij jou, weet je, doe je eerst aaien. En daarna gaan we kijken of we het uit zijn bek kunnen krijgen. Dankjewel. Ja. Dan mag iedereen weer op zijn eigen vak, in zijn eigen vak, bij zijn eigen vak. Dat klopt. En dat is ook het recht wat hij nu doet, hè? Ja. En als je dat dus oogluikend toelaat, hè, dan kan je het dus beter voorwezen als je een vreemde hond ziet. Of je dat weet, Dizzy in het midden zitten. Niet zo goed. Afsluiten, wegnemen. Want hij wordt nu eigenlijk, doordat hij dus in juist. En dan wordt het weer erger. Nova, schuin oversteken. De Molly steekt schuin over. Die komt dan op de plek van Nova en jullie lopen zo dicht langs mogelijk Dizzy. En de hondjes heeft alleen aandacht voor jullie en Dizzy blijft zitten. Je mag hier komen tegenover Shep gaan staan. Kom maar. Blijf maar staan hier tegenover Buddy. Zit. Mag Buddy een rondje om Dizzy gaan lopen? Een heel rondje en dan mag hij aan deze kant komen gaan staan naar het rondje. En dan kan je Jip ook, heel rondje. En dan op de plek waar Buddy stond. En dat kan Shep ook. En dan mag Shep ook. Op de plek waar Buddy stond. Annette, op de plek waar Buddy stond. En dat kan Nova ook. Handen bij, hè. En dan mag Matthijs nog een keer. Kom maar. En dan mag Alex nog een keer. Molly. Goed zo, meid. Heel knap. Was dat een schuimbeweging? Nee. Je moet naar die kant lopen. Nee, maar hij deed wel een mooie schuimbeweging. Ja. Mag deze terug op de plek? Goed zo, meid. En dan gaan we nu natuurlijk, want het is in één keer een hele hoop uitleg voor de baasjes. Maar jullie reageren in één keer ook anders naar de hondjes. Dus wat is dan het mooiste als vertrouwd en leuk? Niemand? Vooruitsturen natuurlijk. Alle honden. Nou, we hebben er 3. En luister, die 3, die gaan daar lekker in het zonnetje staan, in het gravelpad. Net niet in de sloot. En degene die aan de beurt is, die komt zo één voor één bij mij staan. Op het moment dat je hier vandaan je hond vooruit stuurt, allemaal in de, loop je ook zelf naar die grasrand toe. Dan staan we zo dicht bij elkaar. Als hij als eerste bij Jasmijn is, geef jij het commando vooruit. Erik, pak het wel over. Roep de naam van de hond. Daarna weer vooruit. Totdat hij bij de laatste is. Hè. Neem aan dat ze allemaal bij Jasmijn beginnen.
Op het moment dat hij dus bij de laatste is, dan zeg je dus niet vooruit, maar dan is het één keer naam van de hond. Hier! En even daarna niks. Nova! Nova, vooruit! Oh ja, nou opletten dat je het door vooruit zit. Nova! En dan... Nog een keertje, want het kan zijn dat hij niet goed heeft gehoord vanwege die herrie. Hier, kijk eens hier. Nee, alleen hier. Nova! Hier. Oh ja. Keurig. Alex, kom maar vast naast me staan. Ik weet nu wat er komt, want ik zag het. Shit. Oh ja, maak je ze erin, braaf? Nee, gewoon wachten. Wachten. Goed. Goed zo. En dan loop je vast naar die rand toe, hè. En let op, hè. Vooruit. Niet te ver, hè. Je gaat over die rand heen, joh. Juist. En dan ben je hier. Rug. Kom maar vast, Matthijs. Nee, kijk, dan ga je de belonen. Ja, het is goed, terwijl ze je helemaal het liefste op sleeptouw wil nemen daar naartoe. Zit. Vooruit! Oh. Ja, dan ga je vast rustig naar de rand toe. Neem jullie maar mee. Vooruit, ja! Vooruit. En nog een keer, vooruit! Vooruit. Molly. En Mols. En dan Molly hier. Naam van de hond? Molly! Molly, hier! Molly! Hier! Hier! Molly! Hier! Hier! Zo ja, een vriendelijke. Braaf. Zit. Hier. Nee! Molly! Hier! Molly! Molly! Brr. Hier! Hey, Molly! 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 Hier! Hier! Molly! Hier. Voor. Molly. 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 Hier. Hier. Ja. Zit. Ondeug. Hè? Ja. Zit. Vooruit. Nee. Goed zo, hij was naar de rand toe. En nou weer. Sjep! Dankjewel, G. Hier. Kom maar vast, Jan. Nee. Ja, dit is vooruit. Vooruit, Erik. Ze doet het gewoon een bepaalde gereserveerdheid, maar ze doet het wel. Dus ze snapt donders goed wat je zegt. Alsjeblieft. Ja. Dit hier. Hier. Nou, streng hè, streng, streng. Dat betreft is ze gewoon met één vinger over te halen om het nog een keer te doen. Oh ja, yeah. Dat is braaf. Zo vast mijn chip zit hier. En let goed op, hè. Als die daar klaar is, kom dan vooruit, hè. Vooruit! Jip, vooruit!
Ja, en nog een keer. Jip! Jip! Hallo! Hierheen! Ja, goed zo! En rustig. Nou jij de aandacht. Jip, hier! Rustig. Jip, hier! Zo, en braaf. Netjes. Goed zo, ventje. Wat heb je dat goed gedaan, hé? Ja. Kom. Heel even luisteren. Wat is de truc? Voor nu. We gaan zo hetzelfde doen. Het enige wat ik anders wil, is dat trucje van daar naar mij toe. Ik wil niet dat die hond op zijn achterpoten gaat lopen om alvast te gaan. Ik wil niet dat die hond jullie op sleeptouw neemt, omdat het zo'n leuke oefening is. Nee, op het moment dat je aan de beurt bent, en dan mag je mee beginnen als je voortganger nog bezig is, volg. En hij mag dus niet voor je uitkomen, net zolang dat hij daar moet gaan zitten. Hij moet bij je blijven. Want op het moment dat hij je dan, dat je hem bij je houdt, help hem ook weer om sneller terug te komen met het commando hier. Blijf onder dat commando. Dus hij mag geen enkele keer zo trekken naar mij toe. Naar de positie bij mij. Dus Nova, je mag als eerste. En volg. En draai hem. Anders, hè. Ja, zit. Hij zit. Zo, ja. En nog een keertje. En let op, hè. Elke keer vooruit zeggen, hè. Ja, ja. Mag jij vast gaan? Vooruit! Hier! Nova, hier! Kom maar! Goed zo, handen netjes bij je. Niet laten gaan, hè? Nova! Dan geef je in één keer een hele andere kreet. Zie je dat hij na de tweede keer dat jij draait, dat hij denkt van oké, ga luisteren, want dan ben ik het toch eerder. Ja. Dan mag je hem als eerste naar Jasmijn toe sturen. Vooruit! Goed zo. En dan aan deze kant van de gastrook blijven, hè? En dan Matthijs mag maar vast gaan heen en weer lopen, hè? Want dat mag ze niet, hè, dat trekken. Hollig. Blijf doorgaan. Hier. Hey, beurt! Probeer hem anders te roepen, hè? Beertie of zo. 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 Hij zat er nog over te denken om eerst nog te gaan poepen. Zo. En nu zit dat. Zit. Oh ja, nu staat ze bij jou aan de appel. Even wachten dat Alex een stukje weg is. Vooruit! Ja. Bij de gastrook blijven staan, hè? Vooruit! Balsi. Hier. 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 Ga maar zitten. Molly. Goed. Hier. Molly. Gedaan. Hier. Kort. Kijk eens. Kort. Ja, goed. Oh ja, dat kijk eens, dat was heel goed gevonden. Want je stond best wel dominant te roepen dat ze zoiets hebben van nou, ik vind hem eigenlijk wel eng. En nou zei je, kijk eens, boem. En toen was ze er gelijk. Mag je? Ja. Vooruit. Ja, vooruit. Ja, vooruit. Ja, vooruit. Ja, vooruit.
Ja, dat is wel handig. Ja, dat is wel handig. Dacht dat ze alles bedacht. Tizzy! Hallo! Ja, stond er net ook nog. Het engste van allemaal, denk ze. Zo. Tizzy, hier! Hier! Tis! Hey! Hier, kom op! Nou, en dit is... Ja, maar dit is dus dat je zo... blij bent dat ze dingen doet, hè. Dan heeft ze dat zelfvertrouwen. En dan heeft ze zoiets van, tadada, ik heb jou niet nodig. Dus dan is het één keertje. Tizzy! Hier! Dat ze echt gealert is. Zo van, oh, wat is er nou aan de hand? Serieus? Ja. En dan ga je vervriendelijken. Want anders gaat ze misbruik maken van haar angst, zeg maar. Ze is maar één keer gelukt, dus ga ik nog een keertje terug. Zo. Goed zo, dit. Kom maar. Vooruit. Bij de gastrook gaan staan. Jippie, voorwaarts! Jippie, voorwaarts! Ja, kom een stukje dichterbij. Jippie, voorwaarts! Jip. Voorwaarts! Jip, hier! Ja! Hier! Jip! Prrr. Hier! Ja, ik weet niet of jij snel genoeg bent. Oh ja. Kijk, en dat is als je dan zegt, je hebt hier, dan zie je bij jou zo van, hey shit, hij doet het niet. En als je dan op dat moment gelijk weer doorgaat met, voor mijn part, streng of een keertje lief. Maar ga door, hou hem erbij met zijn aandacht. Hallo, die kant op, richting de auto's. Hou ze erbij. Links omkeer. Halt! Ik wil even wat uitproberen bij de zorgen waar de hond, zoals Molly en Nova. Doe de riem eraan en laat de riem over de grond heen gaan. Op het moment dat je dan ziet dat je hond te ver weg gaat, ja, kan je eventjes op die riem gaan staan, dat je beter sneller kan ingrijpen. Voorwaarts, neem ze mee. En blijf praten. Hou ze erbij met je stem. Rechts. Laat die riem staan, Matthijs. Volg. Juist, en gelijk doorlopen. Snel de pas. Gelukkig maar. Langzame pas. Links een keer. Volg. En dan is het zo grappig. Halt. Dat we daar de honden allemaal een handen geven. Dat ze allemaal achter die witte bus kunnen gaan staan. Wat jij wil. Je hoort het denken. Zekerheid voor alles. Ja. Witte auto gaan staan. Allemaal tegelijk. Staat er een hond op en die komt naar je toe. Ja. Voor de rest niks zeggen. Pak je zijn riem op. Blijf je staan. Voor de rest ben ik benieuwd welke hond het volhoudt. Als een baasje echt... Nou, laten we lekker iets anders doen. 15 tellen. Okay. Ja, dat is weer iets anders dan 10, hè? 15,3 tellen. Nee, je hond. Goed, onder commando mee, hè? Want je houdt ze erbij bij de les, hè? Ze moeten niet denken dat ze klaar zijn.
Hou ze erbij. En jullie mogen ze daar ook allemaal daar afleggen met de riem eraan. De tilai lekker bij ze leggen. Nou, dit is toch wel het schitterendste weer om les te geven, of niet? Nou. Wat cocktails te zijn. Je voelt echt nog echt... Die koude wind is er niet. En je voelt echt nog het zonnetje. Ja. En onder datzelfde gehoorzaamheid leg je je hond af. Geef hem een blijfcommando. En vertel het dat je het meent, hè? Matthijs, je meent het niet. Moet ik op die ring gaan staan? Af. Nee, dat ik op de ring van de gasten. Kijk, elkaar allemaal. Molly, ik blijf het heel erg zitten. Lijf. Lijf. Ze staat. Wel daar. Ze is 1 meter je mag boven. Terug. Loop maar terug. Kom maar terug. Je ziet ze allemaal rustig opkijken als iemand omhoog komt. Het ging erom, hè? Als je dan terugliep, hè? Ook je mond dicht te houden, want die andere hondjes die waren nog zonder baas. En als er dan iemand terugkomt, oh, ben jij een liefie? Ja, dan willen ze allemaal dat liefie zijn. Want ze waren alleen. Wil weg, Alex. Dus, zeg niks. Ook niet achter die auto, gaan we elkaar geen mopstanden vertellen. Want dan willen die honden horen en kijken wat er aan de hand is. Zelfs als achter dat camouflage net, ze worden nieuwsgierig. Sommige honden die wilden dan daar naartoe. Dus, wat gaan we doen? We lopen zo meteen. Eén stukje, zeg maar, tot dan hier. Volg. Volg. Daar, je legt hem met zijn neus deze kant op. Je legt hem af. Blijf. En je loopt die kant achter de auto door. En je loopt weer terug naar je hond. Wil niemand wat horen zeggen. Let op je hond, want Dizzy was erg braaf. Dus zet ze weer even opnieuw onder appel. Door heel even heen en weer te volgen. Goed zo. Het is koud hoor, dan daar. Blijf! En blijf! Blijf! Blijf van de wandel. Loopt een rondje mee. Wat ik denk, wat ga jij doen? Mooi man. Blijf! Nee, blijf. Hierheen lopen. En neem hem mee naar zijn plekje daar en leg hem er heel even af. Molly die ging gewoon jouw hondje meelopen, hè? Ja, die had echt zoiets van, nou, wat jij kan, kan ik ook. Goed zo. Gaan we het weer anders doen? Achter aandacht. En nu lopen jullie samen met je hond achter die auto door. Leg hem daar naartoe, leg hem af en dan loop je hem weer alleen achter die auto door. We doen gewoon net alsof we gek zijn dat het de normaalste zaak van de wereld is. Dus eerst samen met je hond achter de auto door en dan afleggen en dan alleen. Huh? Ik dacht de auto zo snel is de les aan nooit gegaan. Omdat ik erbij ben.
Omdat jasmijn er is. Ik wou zeggen, door het weer. Nee, kom dat jasmijn. Ja, maar jasmijn is het zonnetje, dat zie je. Ja, sowieso. Vorige keer had ze, toen ze er was, dus geen zin om de zon mee te nemen. En voor de rest geen stemmen, hè? Leg ze af! Matthijs. Blijf. Stap je wel met rechts weg, Matthijs? Ja. Ja, ja. Blijf. Blijf. Ja, ik zag het niet, daarom vroeg ik het. Ja, naar je plek toe lopen en hem daar afleggen. Op het moment dat er eentje stemmen geeft, gaan we onderlopen, hè? Nog meer stemmen? Buddy, hier! Oh. Goed zo. Jongens, het spijt me, maar de tijd zit erop. Jullie mogen ze van mij wat losgooien. Want jullie moeten toch richting het veld vanwege je dekentje op te halen. Maar het is... Het is afgelopen. Ja, hè? Lekker druk en lekker... En wel leuk dat we nou komen schoppen.